staan hier in de Dorpstraat en hierachter, in het pand wat nu de Zeeman is, was in de oorlogsjaren het kantoor gevestigd van Sabuna. Sabuna was het zeep- en schoensmeerfabriekje van Jan Lindhorst. Bedrijfsleider van Sabuna was Jan Brunekreef vanaf april 1942. Hij zou in de oorlogsjaren een belangrijke rol gaan spelen in het Oosterwijkse verzet. Ook naar Brunekreef is in de wijk Pannenschuur een straat vernoemd. Wim van der Wouw vertelt over Jan Brunekreef. Een hele betrouwbare man was het. Een dappere man. Jan Brunekreef werd geboren op 3 januari 1916. Hij bracht zijn jeugd door in Goor en verhuisde op 23-jarige leeftijd naar Almelo en later Geleen, waar hij werkte als letterzetter. In maart 1942 verhuisde hij naar Oosterwijk, waar hij woont in het pension van de familie Janssen aan het Klompven. Jan werd trainer van de korfbalclub Lodek. Hij ging werken in het Sabuna-fabriekje van Jan Lindhorst tussen andere jongens die zich ook aan de arbeidsinzet wilden onttrekken. Jan Brunekreef werkte daar onder andere samen met diverse verzetstrijders. Lindhorst was een baas, Brunekreef was een bedrijfsleider. En dan had het daaronder was Mark Snep, die was dan baas over heel die ploeg die daar zat ook mee. Jan Lindhorst, die hier op de Lint woonde, was betrokken bij alle aspecten van het Oosterwijkse verzet. Jan Brunekreef ondersteunde hem daarin. Brunekreef zou ook in contact komen met Bim van der Klei, een andere verzetsman uit Oosterwijk. Via hem zou hij met de pilotenhulplijn in aanraking komen. De geallieerde luchtaanvallen op het Duitse Ruhrgebied worden in de loop van 1942 geïntensiveerd. Diverse vliegtuigen maakten noodlandingen in Zuid-Nederland. Het verzet speelde een belangrijke rol in het wegvoeren van de piloten. Aan de grens in Zuid-Nederland worden bemanningsleden overgedragen aan contactpersonen van het Belgische verzet. Jan raakt betrokken bij de hulp aan geallieerde piloten en duikt onder op de boerderij van Biljouw. Wim van der Wouw woonde er in de buurt. Jan Brunekreef was ondergedoken hier bij onze buurman. En die kwam ook regelmatig hier, maar die was meestal bij de buurman en die werkte dus ook op Sabuna bij de mensen van Lindhorst. Onze buurman was Willem van Biljouw. Ja, dat was wel, de buurman zat wel een kilometer van ons vandaan, maar dat was onze buurman Willem van Biljouw. En daar was dus, zoals ik vertelde, Jan Brunekreef. Ook Jo van der Mierde, werkzaam bij Sabuna, ontdekte dat Jan Brunekreef in de pilotenhulp zat. Maar dan kwam er op een gegeven moment, Mark Snepper of iemand, of Brunekreef, die kwam achter de achterkant de poort van de vloed af. En dan zo ging hij naar voren en had je de poort van die Engelsen en Amerikanen bij je mee. En de piloten waren het allemaal, hè. Die gevallen waren hier, hè. En die Jan nam een blauwe overal aan. En toen waren ze omgekeerd. Die protten hier, ze zinnen niks tegen hem, hè. En dan gingen ze voor naar de kantoor. Nou ja, mee dat ze daar waren, dan gingen ze naar boven toe. Op dat kamer boven kon ze, en dan konden ze zo'n beetje naar buiten kijken. Want dan gingen wij ook wel eens daar boven zitten daar. En dan werden die tegenover, toen werden die overgebracht door nou Jogeraft is. Er stonden vroeger drie A-huskers. En daar had wel de frietentje zo nou vroeger. En met de tweede, dat langs stond, dat was eigenlijk het laboratorium van hem. Daar stonden wel wat flesjes en zo, maar het viel dan wel mee waar dat stond. En dan ging hij dan die ploten s'avonds, het donker weer, heen gebracht. Hè. Harry Aerts, politieagent in Eindhoven, is ook betrokken bij de pilotenhulplijn. Zijn route loopt via Eindhoven, Oosterwijk, naar het adres van Coba Pulskes in Tilburg. Aerts gebruikt bij het vervoer de politieauto van Eindhoven. Of hij gebruikt een auto waar hij op de voorruit het bordje politie zet. Zo lopen ze minder kans om na spertijd aangehouden te worden. Jan Brunekreef neemt ook deel aan deze transporten. Wim van der Wouw herinnert zich het volgende.
Er werd natuurlijk clandestien boter gemaakt en die piloten die moesten eten. En dan er werd eten verstrekt dat die mensen konden eten. En Jan Bunnekreef die zorgde dan meest voor dat dat eten bij die mensen kwam. Want er ging natuurlijk, iedereen liep daar zomaar niet naartoe. Mijn oudste broer die kwam er ook wel eens een Kees. En hij hield vooral verband met die radio die daar stond. Hè. En dan Jan Bunnekreef die zorgde voor de eten. Maar nou was er op een gegeven moment een overijverige CCD-ambtenaar. En een controleur. En die ging bij Willem van Bildio controleren. En die neemt daar die boter in beslag die voor die piloten bedoeld was. Toen is Jan Bunnekreef nog naar die betreffende CCD-man geweest. Om in bedekte termen toch duidelijk te maken dat die boter niet voor zwarte handel was, maar dat die voor die piloten was. Hè? Maar hij kreeg geen voet en grond en Willem, die had er nog een flinke boete voor gekregen. Ja. Ja. Politieman Harry Aerts, die deel uitmaakte van de landelijke hulp aan onderduikers, levert samen met Jan Brunnekreef piloten af bij de Tilburgse verzetsvrouw Coba Pulskens. In 1944 vindt een dramatische ontwikkeling plaats voor de groep, met desastreuze gevolgen. Het is 8 juli 1944. Harry stelt zichzelf en een politieauto beschikbaar voor het vervoer naar Tilburg van een aantal ondergedoken piloten. Samen met Jan Brunnekreef brengt hij 3 piloten naar de Diepestraat in Tilburg. De piloten worden daar afgezet en vervolgens rijden Harry en Jan nog een keer naar Eindhoven om nog 2 Canadese piloten op te halen. Daar voegt ook verzetsman Piet Hagen zich bij dit gezelschap. Weer op weg naar Tilburg worden zij door de veldgendarmerie aangehouden ter hoogte van Moergestel. Terwijl alles goed leek te gaan, werd er op het laatste moment een revolver gezien. Die was uit voorzorg op de bank gelegd. Ze moeten uitstappen. En de piloten vallen al snel door de mand omdat ze geen Nederlands spreken. Iedereen wordt gearresteerd. De piloten worden overgebracht naar de luchtmachtbasis op Gilserijen, waar ze door Luftwaffe-officieren ondervraagd worden. De 3 Nederlandse verzetsmensen worden in Den Bosch door de SD, de Sicherheitsdienst, aan de tand gevoeld. Aerts en Brunnekreef geven onder grote druk het adresprijs van het opvanghuis in Tilburg bij Coba Pulskens. Tevens vertellen ze de SD het adres van Jan Lindhorst, de leider van de pilotenhulp in Oostenrijk. De Sicherheidsdienst besluit na het verhoor om met 3 auto's en Jan Brunnekreef in de ochtend van zondag 9 juli 1944 naar Tilburg en Oostenrijk te rijden. Brunnekreef moet in Tilburg het huis van Coba Pulskens aanwijzen, waar de verzetsmannen al eerder 3 piloten afgeleverd hadden. 9 juli 1944 doet de Sicherheitsdienst een inval in het huis van Coba Pulskens. De 3 piloten zitten aan de keukentafel en proberen te vluchten. Onmiddellijk worden zij voor de ogen van Coba neergeschoten. 1 in de keuken en 2 op de binnenplaats. Coba krijgt opdracht een laken te halen om de lichamen mee te bedekken. Moedig als zij is, zo gaat althans het verhaal, komt ze terug met de Nederlandse vlag die ze over de lichamen legt. Coba wordt gearresteerd en naar kamp Vught gebracht. Jan Brunnekreef wordt naar het politiebureau in Tilburg gebracht. Ook de Tilburgse verzetsvrouw Leonie van Harsel, die met Coba samenwerkte, wordt die dag opgepakt. Vervolgens wordt Brunnekreef door de Duitsers weer in een auto meegenomen en naar Oosterwijk gereden, waar Jan Lindhorst wordt gearresteerd. Hiermee komt er een eind aan zijn bijdrage in het verzet. Later werd ook Jacques Kieft, een neef van Lindhorst, werkzaam op Sabuna en eveneens betrokken bij de pilotenhulplijn, opgepakt. Brunnekreef, Lindhorst en later ook Kieft werden gevangen gezet in de SD-politiegevangenis te Haren en op 30 juli 1944 naar kamp Vught overgebracht. Wat gebeurde er met Jan Brunnekreef? Willia van Dinter van kamp Vught. Jan is terechtgekomen in de bunkercel, omdat hij een verzetsman was. Werd opgesloten in een cel met waarschijnlijk een paar meerdere celgenoten. In de bunkergevangenis, dat is een groot gebouw met 150 cellen. En in een van die cellen moet hij gevangen hebben gezeten. De
Daarmee was een belangrijk deel van de Oosterwijkse verzetsgroepen van de landelijke ondergrondse en de Raad van Verzet uiteengevallen en moesten de overige leden onderduiken. Dit doen ze in een schuur bij Boer van Biljouw en hierbij zijn ook de leden Otto Smits en Boy Egorie. Zij moesten vluchten omdat ook Wim Brugman, waar zij ondergedoken zaten, op 17 juli gearresteerd wordt. Hierdoor konden zij niet meer naar dit schuiladres terugkeren. Op zaterdag 19 augustus 1944, een tropisch warme dag, worden Lindhorst, Brunnekreef, Hagen, Aarts en Van Bruggen rond 9 uur 's avonds op de fusilladeplaats van kamp Vught doodgeschoten. Jan Brunnekreef wordt op het kamp gecremeerd. We staan hier voor een van de ovens van dit crematorium, 3 in totaal. En hier werden de lichamen ingelegd en verbrand. En het is zeer waarschijnlijk dat Jan Lindhorst en Jan Brunnekreef in een van deze ovens zijn verbrand. Erich Deppner was destijds de Duitse SD'er die verantwoordelijk was voor het fusilleren van Lindhorst en Brunnekreef en vele anderen in Vught. Hij is na de oorlog onder Amerikaanse protectie te werk gesteld als inlichtingenman en nooit veroordeeld voor zijn oorlogsmisdaden in Nederland. Coba Pulskes wordt via Haren en Vught overgebracht naar Ravensbrück. Daar wordt zij in februari 1945 op 61-jarige leeftijd door vergassing om het leven gebracht. Ook de koerierster van Coba, Leonie van Harsel, komt in Ravensbrück terecht, maar overleeft de oorlog en kan later in Nuremberg getuigen over de verhoren die bij Coba thuis plaatsvonden. De 3 leden van de Sicherheitsdienst, betrokken bij en verantwoordelijk gehouden voor de inval en brute moord in de Diepenstraat, worden na de oorlog geïnterneerd in kamp Vught. Door een Brits gerechtshof in Duitsland worden zij in september 1946 veroordeeld tot de dood door de strop. Er is altijd een zweem van verraad blijven hangen. In Oosterwijk koesterde Mien Brugman, de vrouw van verzetsman Wim Brugman, en Wim van der Kleij zo hun bedenkingen tegen Otto Smits. Otto Smits was voordat hij in Oosterwijk aan het verzet deelnam actief geweest in de knokploegen van Limburg. Daar waren heel veel mensen in zijn naaste omgeving opgepakt. Dat viel op. En ook in Oosterwijk waren veel mensen in de omgeving van Smits opgepakt. Bovendien zaten de vrouw en zoon van Smits gevangen in kamp Vught als gijzelaars. En dat maakte natuurlijk dat Smits onder druk kwam te staan van de Duitse bezetter. Van verraad is evenwel nooit iets gebleken. Na de oorlog is geprobeerd om dit verhaal te achterhalen en via kapelaan Slegers, ook actief in het Oosterwijks verzet. Hij zocht contact met de bisschop van Roermond, monseigneur Moor, die Otto Smits goed gekend heeft. Deze noemde hem echter zonder meer betrouwbaar. Otto was wel omstreden, ook in Limburg, maar bewijzen tegen hem zijn nooit gevonden. Hoe het ook zij, er zijn hierbij vele levens verloren gegaan. Jan Brunnekreef werd 28 jaar.